Degene met de meeste punten wint deze 250 euro. Is het echt of nep? Oeh, is de zak Doritos echt of is het van cake gemaakt? Dit is oprecht een lastige. Hij lijkt wel echt, maar ik denk dat het een cake is. Ik ga voor nep. Jij nep? Nep. Ik ook nep. Het is een cake, dus we hebben allebei een punt. Een bol wol. Oh, Rick, dit is lastig. Ik denk dat die echt is, omdat de vorige nep was. Dan moet het dan wel echt zijn. Dat is geen papier. En dit is ook cake. Het is een cake. Hoe dan? Deze man is aan het jongleren. Met fakkels. En wij moeten raden wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet. Ik denk, oké, hij laat de fakkel vallen op een stapel bladeren. En de bladeren vliegen allemaal in de fik. Dat is best een goeie eigenlijk. Ja, ik ga toch voor het standaard antwoord dat hij verkeerd jongleert en vlam raakt zijn hand. En dan is pijn. Auw! Het is wel knap. Het is heel knap. Onder het beentje door. Oh! No! No, ik wilde zeggen dat hij zijn eigen shell in de fucking zit, maar dat is niet. Deze man trapt een ruil in. Oh! En nu wordt de video gestopt. Hoe loopt dit af? Ik vind het heel leuk. Nu mag jij eerst. Er staat hier een auto. Die staat aan. Ik denk dat hier iemand in de auto doorheeft. Die stapt eruit en die slaat die vent op de grond neer. Ik denk dat de eigenaar van deze winkel door die ruil naar buiten vliegt. En die meneer zo... Dat denk ik. We gaan het zien. Ja, hallo! Hoe kunnen we dit ooit raden? We hadden het kunnen weten. Welke is er echt en welke is nep? Zou jullie zeggen, eentje is getekend, eentje is niet getekend. Ze lijken echt precies op elkaar. Oh mijn god, ik kan het niet weten. Oké, ik zeg dat links nep is. Rechts is echt. Dat is precies hetzelfde, jongens. Hij gaat er nu eentje wegpakken waarschijnlijk. Huh? Zie je? Oh ja, dat zei ik ook. Ja, we hadden het goed. Ja. Welke Oreo is nep? Oeh, dit is een hele moeilijke. Wacht, wacht, we mogen van elkaar niet weten. Ik ga weg. Oké, ja. Ik denk die nep is... Ik zou zeggen die. Zo, nu is mijn beurt. Ja, er springt voor mij eigenlijk maar eentje uit. En dat is diegene die een beetje rechtsboven zit. Ik heb het nog goed. Ik heb het ook nog goed. Allebei een punt. Het gaat om dus 250 euro. Oh, wat kun je daar dan niet allemaal van doen? Ik vind het lachwekkend om te zeggen, maar is het echt op nep? Ja, ik weet het niet. Niet? Ik vond het, ik weet het echt niet. Natuurlijk wel. Wat? Weet je het echt niet bij deze man? Nee. Je ziet hier overduidelijk dat deze nep is. Daar is hij echt. En ja, ik zeg echt. Ja, ik moet iets anders doen om punten te halen. Het zag er inderdaad heel nep uit, maar ik dacht misschien is het een instinker. Shit. We hebben hier een koksnoot. Die is echt. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het serieus niet. Alles was van cake, dus deze moet wel echt zijn. Zeggen we allebei echt? Ja. Had ik maar nee gezegd! Nee, nee! Holy shit. Deze was echt moeilijk. Die was echt goed nagemaakt. Hond bij de surfplank. Wat gaat er gebeuren? We moeten het weer raden. Ik denk gewoon de hond gaat op de surfplank en die blijft gewoon drijven en die blijft daar chillen. Ik denk de hond gaat erop springen, maar... Hij blijft haken aan de zwembadrand en vliegt met de kop in het water. Oké. Het gaat tot nu toe, gaat het goed. Blijven staan! Blijven staan! Ja! Nee! Yes! Yes! Nee! Ik dacht, er moet wel iets gebeuren. Wat is er anders leuk aan dat filmpje? Het zit allemaal in de mindset. Het wordt nog niet spannend. Het wordt heel spannend. Alle legerpoppetjes zijn echt op eentje na. Oh, ik zie het denk ik. Je zou het niet denken, maar die gele in de midden... Nee. Die is nep. De linkergroene is nep. Helemaal aan de linkerkant. Nee. Ja, oh, die van mij is als... Die van mij is als... Yes. Maar ik weet niet of ik het goed heb, hè? Ja, ik heb het goed. Ik heb het goed, hè? Ik heb het goed! Yes! Hoe dan? Yes! Nee! Welk product op de bord is fake? Nou, ik kan het jullie nu gewoon van zeggen. Het ei. Ik denk de rechte worst. Oké, dan. Daar gaan we. Het is hoe dan ook lekker. Ja. Het is hoe dan ook lekker. Ik hoop dat ik het goed heb. Wat is het? Ik denk dat we moesten raden welke echt was. Ik had het goed. Kijk, dat hij nep was. Nee, ik bedoel dat hij echt was. Echt waar, jongens. Ik zweer het. Wat gaat gebeuren? Ik kan het niet vertellen dat daar een hond, daar een blokje eraf tetst. En dan valt de toren op de hond. Ik zeg dat de hond dat rechte blokje eruit haalt, maar dat de toren nog blijft staan. De toren blijft staan. Dat is wel heel knap. Dat heeft hij heel knap gedaan. Maar we hebben het allebei fout. Stop! Stop! Maar de vraag is, gaat hij goed landen of niet? Nee, ik denk het niet. Dan kan ik al aan zijn houding in de lucht zien. Dan moet jij dat wel doen. Ja. Ik ga wel doen. Maar ik denk serieus dat het wel is. Hij landt goed. Hij landt goed. Helaas, ik had het fout. Er gebeurt iets.
Welke is er echt? Ik zeg die rode. De rode boven de oranje in het midden. Ik zeg de paarse die er alleen ligt. Oh nee, ik heb het fout. Ik heb het ook fout. Huh? Huh? Wat? En dit is de laatste. En toevallig is de laatste voor 10 punten. Ja. Dus er kan nog van alles gebeuren. Nee. Jawel. 1 chapito is nep. 10 punten. Deze moet ik goed hebben. Oh ik mijn god. Zeg linksonder is nep. Stop. Ik bedoel anders. Nee. Die wil niks. Nee. Die is nep. Ik zag het precies dat jij het ook zag. Zeg je dat ook? Ja. We hebben het overduidelijk goed. Gefeliciteerd met 250 euro. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was het einde van de video. Abonneer en... Ja, volgende week is er weer een nieuwe video. Doei.